Jongens, we hebben een probleem. Ik was aan het rondlopen door mijn prachtige stad en ik kom hier bij de arena aan om te kijken hoe het met het virus voor staat. En moet je zien? Het komt letterlijk richting het kasteel. Het heeft dit hele plein hier opgeslokt. Ik ben benieuwd wat het met het water gaat doen, maar... Dit is niet goed. Maar wel goed dat jullie op deze video hebben geklikt, want jongens, welkom bij deze video. Kijk, Sebastian heeft een grote rode knop klaargezet voor jullie. En hij is mooi, hè? Als ik jullie was, zou ik hier echt op klikken, want wie weet wat er gebeurt. Ik weet wat er gebeurt. Dan volg je me op YouTube. Oké, maar het ding is, dit is niet goed. Bob die is natuurlijk druk bezig met het antivirus, met het tegengif. Maar ik ga er niet te dichtbij komen. Maar het feit dat het hele plein hier is... Oh mijn god, het had serieus even zo'n gevoel door mijn hart. Oh, Bob, wat doe je hier? Je hoeft niet te schrikken. Ja, ik ben het maar. Dat doe ik wel. Maar trouwens, hallo, wat zie je eruit, Bob? Wat? Ja, dankjewel. Je oog, dit is niet meer alleen je arm, maar je torso, je been, je hoofd. Ja, oh mijn god. Rug. En je rug. Ja, ik voel me eigenlijk wel kip lekker, weet je hoezo? Ik heb haar. Dat is geen haar. Oh. Dat is de helft van de kapsel. Oh, ja, ik keek in de spiegel en dacht, hey, ik heb haar. De goden hebben me gehoord. Maar Bob, ga van de kant. Je doet me echt tegen het virus aan. Ik wil ook niet besmet worden. Je kan aan de andere kant. Ja. Moet jij niet in isolatie? Waarom? Kijk hoe je eruit ziet. Je bent niet genezen. Daar hebben de emeralds van vorige aflevering wel geholpen. Ja. Hoezo? Ja, kijk hoe je eruit ziet. Je bent nog erger besmet dan vorige keer. Ja, dat klopt. Maar dat is alweer even geleden. En waarom loop je dan steeds naar achter? Ja, ik wil niet dichtbij je staan. Maar ik wil je knuffelen. Nee, Bob, ga aan de kant. Blijf staan op je plek. Ja, oké. Nee, ja, weet je wat het is? Dat is alweer een paar dagen geleden. Toen zag ik, toen ging het groeien. Alleen toen dat serum... En eigenlijk verder is het niet meer gegaan sinds dat ik dat serum op heb. Dus die emeralds die ik voor jou gehaald heb samen met Ariel, die genezen niet jouw virus. Nee. Maar ze stoppen wel het verspreiden ervan. Dat heb jij helemaal juist. Oké, Bob, kunnen we even alsnog naar... pas op voor de enge mannetjes hier, het is Halloween. Maar kunnen we even terug naar het ziekenhuis lopen? Ja, jij bent helemaal in thema. Kunnen we terug naar het ziekenhuis? Even? Ja, dat is goed. Oké. Hey, trouwens. Wat is er? Ja? We hebben nog een groter probleem. Nou? Nou, kom maar mee. Oh jee, wat is er aan de hand? Waar gaan we heen? Nee, ik kijk niet naar. Ik kijk daarnaar. Oh mijn god, nee! Wacht, ben jij ook niet meer besmettelijk, Bob? Want dan kan ik gewoon dichtbij je staan. Nou, ik ga wel aan de kant voor de zekerheid. Oh mijn god, wat is hier gebeurd? Ik kan niet naar binnen. Ik kan alleen maar een beetje naar binnen kijken. Komt het ook vanuit onder de grond nu? Nou, of zo? Dat weet ik niet, maar ik ga wel even naar binnen, zo. Ja, naar binnen! Pop! Ja, dat kan. Dat hoezo? Kan. Ja, weet ik ook niet. Dat kan niet. Maar het komt vanuit dit hok hier. Oh, mijn god, is dat... Zo. Ik wil ook naar binnen, maar ik zie dat het overal druipt en drupt, dus ik ga maar niet naar binnen, oké? Nee, dat zou ik ook niet doen. Oh, mijn god, er zijn derde plek is er gekomen. Ik dacht dat het bij de arena en bij de kerk zou blijven, maar er is nu ook een derde plek waarbij gewoon... Wat doe je? Ik schrik hier een beetje van. Ja, het is heel angstaanjagend overal. Het is nu een derde plek, dus blijkbaar waar het virus aan het groeien is. Die vind ik niet leuk. Nee, ik ook niet. Hey, Ariel. Nee, jij moet ik nog steeds niet. Hoezo niet? Het was zo'n leuk avontuur vorige keer. Wat is er tussen jullie gebeurd? Ik moest vorige keer met Ariel op pad. Ja, dat klopt. Dat heb ik gezegd. Nou goed, oké, ik laat jullie wel weer alleen. Ariel? Nee, ik wil niet alleen gelaten worden. Wij hadden zo'n leuk avontuur vorige keer met z'n tweeën. Vond je? Ja, we hebben een Fred gezocht en we hebben een antigif gevonden wat blijkbaar het virus remt. Het zorgt ervoor dat het virus niet meer verspreidt. Het is niet zeg maar iets wat geneest, maar een progressie gemaakt. Helpt dat ook tegen lelijke clowns pakken en augurken? Heb je het over mij? Nee, vraag voor een vriend. ik ga naar Bob toe. Hey. Bob? Het ding is, ik ben blij dat de emeralds gewerkt hebben. Ja, ik ook. Maar kunnen we daarmee nu niet gewoon zeggen, we gooien allemaal emeralds op die blokken en zo en dan stopt het met groeien? Nee. Hoezo niet? Was het maar zo simpel. Oh. Nou, ik dacht, dat is het gewoon, we hebben het opgelost. Ja, dat dacht ik ook. En weet je, soms heb je wel zo'n doorbraakmomentje dat je denkt, heb het. Ja. Nou, dat is dit niet. Maar jij bent wel, het groeit niet verder aan jou nu, zeg jij. Nee, dat klopt. Dit is dus daarvoor nog gebeurd. Dit gebeurde voordat jij die emeralds op jou deed. Ik weet niet wat je ermee gedaan hebt. Smeren, oké. Okay. Ja. Maar wat nu? Nou, want nu ben ik een beetje clueless. Clueless? Ja, snap ik. Ik niet, want ik zou de Bob de dokter niet zijn als ik hier geen oplossing voor had. Bob heeft wel de oplossing. Ik ben gespecialiseerde virussen. Een boplossing. Dat is een goed. Die ga ik opschrijven. Bob, heb je wel geschreven? Ja, oké. Ja, dat was een goeie. Ja, hè? Een goeie mop van Bob. Oh nee, niet van mij.
Een mop van Bob. Precies. Oké, nee, wat ik nu eigenlijk wil doen is verder testen. Kijk, ik ben nu toch al met de kloten. Dus ik ga nou gewoon verder testen, want ik zou Bob niet zijn als ik niet risico zou nemen. Dat doet een dokter. Ja, een dokter, het blijkt maar weer met hoe je eruit ziet. Ja. Dus wat gaan we doen? We gaan dichter bij het virus komen. En wat moeten we dan doen? We hebben de vorige keer natuurlijk een druppel opgevangen. Dit keer hoef ik geen druppel. Ja? Ik hoef geen geur. Nee. Ik wil dit keer niet de oplossing in de puurste vorm, maar het virus zelf in de puurste vorm. Dus dat betekent, ik wil een blok. Je wil zo'n raar blok wat we overal zien groeien? Ja. En het liefst dan zo dicht mogelijk bij de bron. Bij de bron? Hallo, ja. En de bron is op de kerk of wat is de bron? Waar ik vandaan groeit. Oh mijn god, en dat wil je dat ik dat ga halen. Maar straks zie ik er dezelfde uit als jou. Dat wil ik echt niet. Ik wil ook niet helemaal opgeslokt worden. Ja, lijkt mij wel grappig eigenlijk. Nee, Bob. Kan ik niet iemand er... Ik heb een idee. Wat dan? Hallo? Hey Ariel, heb je pauze? Nog niet, over 5 minuten. Wat dan? Oké, top. Goed om te weten. Wat dan? Bob? Ja? Mag ik Ariel meenemen? Ja hoor. Sowieso ja? Pauze. Oké, top dus. Als ik samen met Ariel nou zo'n blok voor jou regel, zo'n virus... Bob? Wat is er? Hoe voel je je? Goed, hoezo? Hoor je dat niet? Wat? Niet zijn een scheet? Ik ga daar met Ariel vandoor, oké? Ja, dat is goed. Over 5 minuten is pauze. Heb jij een pak voor mij waardoor ze niet besmet kan worden? Ja, op zich. Wacht. Ga ik even pakken. Ja, prima. Snap je hem? Pak. Pakken. Ik snap hem. A few moments later. Jongens, we zijn al een tijdje aan het wachten. Bob die zou Ariel helpen met aankleden. Vond ik een beetje vies klinken dat hij dat zei. Maar Ariel is inmiddels ook weg inderdaad hier. Dus ik ben benieuwd wanneer ze eraan komt. Ze gaat een pak aandoen zodat ze beveiligd is voor het virus. En ik weet niet of ze het leuk gaat vinden. Volgens mij vond ze ons vorige avontuur niet zo leuk. Dus we gaan het zien. Oh god. Geen woord. Ariel, wacht, rustig aan. Weet je wat onze missie is vandaag? Je gaat weer met mij op pad. Wil ik niet. Jawel, je moet van Bob. Bob betaalt jou om met mij weer op pad te gaan. Klopt, maar ik wil het niet. Oké, kom, we gaan. We hebben een gevaarlijke missie vandaag. Ben je er klaar voor? Nee. Waar wacht je op? Oké, Ariel, het ding is wat wij vandaag moeten doen. Kom eens hier, hallo. Het ding is wat wij vandaag moeten doen. Ik ga jou de pickaxe geven, want ik durf het niet. Dan ga ik gewoon eerlijker zijn. Jij hebt het pak aan. We gaan bovenop de kerk gaan we klimmen. En dan gaan wij een blok hakken. Wat wij mee gaan nemen naar Bob, zodat hij daarop kan testen. En weet ik wat allemaal. En kijken of we naast het remmen van het virus hem ook kunnen tegenhouden. Zo is hoor, denk ik al. Oké. Maar vind je het niet erg dat jij dit moet doen? Dat jij nu helemaal in het pak bent aangekleed en zo? Jawel. Oké, dan laten we naar de kerk gaan. Ben je er klaar voor, Ariel? Nee. Oké, we zijn bij de kerk hier aangekomen. Oh nee, het is hier ook helemaal verspreid. Nee, het gaat mijn tuintje overnemen met de heilige boom. Nee. Pas op, Ariel, wacht. Het ding is, Bob vertelde nog, we kunnen het niet zomaar hier gaan hakken en denken, nou, einde missie, weet je. We moesten het helemaal hakken vanuit de bron. Dus we moesten het puurste puntje opzoeken en dat is daarboven. Maar ja, daar zijn bewakers natuurlijk. Mm-hmm. Met wel een route naar binnen. Oh, dit kan nog net aan. Pas op dat het niet op je lekt. Oké, wacht. Zo, alsof dat niet op je draait. Ik weet dat je een pak aan hebt, hoor, maar even goed. Kijk, dit is een ladder. Het maakt allemaal weer niet uit. Hoezo niet? Je loopt met een augurk door een kerk heen. Het kan niet heel veel slechter. Ik ben benieuwd of Bob al wat mee kan. Want hij vertelt natuurlijk wel dat ja, het virus is nu een soort van manier om het tegen te houden. Maar niet om het echt uit te roeien. Oké, dat is dus zeg maar een beetje de bron daarboven. Ja. Hoe we daar gaan komen... Ik heb geen blokken of zo bij me. Oh, dit is best wel een ding eigenlijk. Heb jij iets van ladders of zo? Oh ja, nou nee, toevallig niet. Nee, ik heb toevallig geen ladders in mijn rugzak meegenomen. Moet ik het even ophalen? Ja. Nou, oké, zo terug. Laten we even heel veel ladders maken hier zo. Hoppakee, hebben we meer dan genoeg. En nemen we ook nog als reserve nemen we gewoon wat, hier wat houtblokken mee, zo. Ariel? Ja? Ik heb ladders. Als ik ze nou plaats, dan moeten aan deze kant zijn. We moeten heel voorzichtig gaan, oké? Gaat ook een beetje omparcouren en zo. Als ik de ladders plaats, klim jij dan achter me aan? Oh, druppels. Druppels, pas op. Ja, dat kan. Dat kan, oké. Komt die top. Nou, voorzichtig. Beetje parcouren wordt het. Duurt het nog lang? Nee, ik ga maar niet. Ik ga gewoon met blokken bouwen hier. Kijk, let op, hè. Zo. En dan geef ik jou de ladders, dan kan je die plaatsen, oké? Oké, nu moeten we wel stilstaan, want hierboven staan bewakers. Ga je dat redden? Vind je het een leuk avontuur, Ariel? Nee, ik vind het niet leuk. Ik vind er niks aan. Dat heb ik jou gezegd. Waarom werkt het nou niet zo? Oké. Ariel. Word je zo moe van. Gaat mijn pauze weer. Oké, Ariel, nu stil zijn. Kom, verder. Kom. Ja, 4, kom.
Nog eentje. Dit is de enige plek waarvan ik wist dat ze geen bewakers hebben gedaan. Omdat deze kant zeg maar geen stad heeft, weet je. Zie je? Dus deze kant kijken ze niet op. Ga jij het maar hakken? Ik hou het al in de gaten, oké? Okay? Hier moet je erop klimmen. Hier. Oké, shh. Voorzichtig, Ariel. Voorzichtig. Het zijn de bewakers. Shh. Ja, je kan wel bukken. Hak dat blokje daar. Dat ziet eruit als het puurste blokje. Ja, ja, doe het. Hak het. Ze grommen. Oh, die dingen zijn zo eng en dat grommen. Hé, hey, Ariel, ja. Ga erachteraan. Jawel, ga erachteraan. Jawel. Spring erin. Spring erin. Doe nou, doe. Oh, ik ga er ook vandoor. Oké, Ariel is erin gesprongen. Ik ga snel de ladders weghalen. Oh, ik ben benieuwd waar die uitkwam. Ik ben benieuwd waar die uit is gekomen. Volgens mij hieronder, bij de dinges. Even kijken hoor, bij de bel. Ariel, hallo? Ja, ik sta hier boven. Waar? Op de bel. Oh, is het gelukt? Ja. Je hebt hem. Oh, top. Dan gaan we die naar aan Bob geven. Ja. Durf je er niet af te komen? Oh, jawel hoor. Oh, oké. Oké, kom mee. Dan gaan we rustig weer naar Bob toe. Nou, we zijn er weer. Kan jij dat ding aan Bob geven? Ik wil hem niet aanraken, want ik mag de pickaxe terug. Oeh, die is wel besmet. Wacht, wacht, wacht. Wat nou? Die is besmet, die pickaxe. Die moet ook eerst in een of andere, weet ik veel. Kijk wat Bob ermee kan. Goed. Wat doe je? Spuugt hij nou op en dat koosje als schoongemaakt? Ja. Nou, prima. Geef maar. Nou, ik hoop dat ik er niet ziek van word. Bob! Oké, waar is Bob? Waar is Bob? Waar ben je? Bob, is hij... Hé, dit is normaal PvP, dit is nieuw. Ja. Wat is dit? Dit is ons lab. Sinds wanneer bestaat dit? Ja, dit is mijn lab, inderdaad. Het is toch prachtig, is toch... Sinds wanneer bestaat dit, Bob? Nou, al een hele tijd sinds dat ik het ziekenhuis heb gebouwd, eigenlijk. Maar, oh, mijn god, dat heb ik nog nooit gezien. Ik ben er wel blij mee, eigenlijk. Hé, wat is dit? Ik ben even praten. Ja, ik vraag me, wat is dit? Dat is de, virusbestrijder 6. 6? Ja, ik heb er meerdere moeten maken. Oh, maar wat, hoe moet ik dit voor me zien? Wat gaat er gebeuren? We hebben het blok, we hebben het puurste, of de meest duisterste vorm van het virus hebben we te pakken gekregen. Ariel draagt hem op zich op het moment. Ja, ik heb hem hier in mijn handen. Oh, mooi. Ja, mooi zeg. Ja. En nu? Ja, weet ik veel. Ja, dat weet ik wel. Geintje natuurlijk. wat moet Ariel doen? Want jij mag hem niet aanraken. Niemand van ons mag hem aanraken naast Ariel. Nee, dat klopt inderdaad. Oké, ik ga even uitleggen wat jullie moeten doen. Jullie moeten heel goed luisteren, want ik kan eigenlijk maar één keer goed gaan. En als het niet goed gaat, dan gaat het niet goed, snap je? Moet ik helpen of kan ik gewoon van afstandje toekijken? Want ik wil niet echt bij dat blok in de buurt komen. Ja, ik eigenlijk ook niet. Maar ja, ik ben doken door de kloten en zij verpak aan. Het komt allemaal wel goed. Leg maar uit, doe je ding. Ik heb zo geen zin meer. Nee, je bent bijna klaar. Ja, okay. Accepteer nou dat je deel volgende bent van dit avontuur. Niet meer mee. Afgesproken. Afgesproken, prima. Oké. Ik heb niks gezegd, hè? Nou ja, Bob is je baas, inderdaad. Oh. Oké, zeg maar wat ze moeten doen. Oké, jij mag even heel goed luisteren. Jij zet een stap terug, meneer Walman. Ik zet een stap terug, ja, prima. Jij zet een stap terug. En jij, beste assistent, jij mag... Ja? Sorry, ik liep even vast. Ik moest even nadenken. Gewoon een blok plaatsen op het groene blok tussen de stralen. Daarna verdere uitleg. Oké, komt-ie dan, hè? 1, 2, hopsakee. En nu? Nu zou ik snel een stap terugzetten. Oh. Ja. Wat nu, Bob? Wat gaat er gebeuren met het blok? Nou, dat zou ik je eens even heel goed gaan uitleggen. Ik zet zometeen deze machine aan. Ja? Daar heb ik een afstandsbediening voor in mijn... Oké. In mijn... Ja, hand. Prima. En, of ja, die heb ik nog niet in mijn hand. Ja, maar dat maakt niet uit. Dat snap ik. Dat hoef je niet uit te leggen. Klopt, snap je? Ja. Ja? En als ik dat dan doe... Dan... Ja, sorry, ik moest weer even nadenken. Als ik dat dan doe, dan gaat deze machine gaat stralen. En dat stralen komt dan natuurlijk uit de bron van... Het virus? Nee, uit de bron van het groen. Oh, ja? Ja, en als het goed is, als het heel goed is, dan neemt groen over. Ah, dus dan zeg maar, verandert dit ook in groen? Ik mag het hopen, maar dat duurt namelijk wel eventjes. Dus je gaat het groen injecteren echt in het virus? Ja, inderdaad. En dat kan ik dus met de afstandsbediening. Kijk, met deze afstandsbediening kan ik dat zo meteen doen. Oké. Nou, doe je ding. Ariel en ik die gaan er wel vandoor dan. En misschien dat we nog wat leuks kunnen doen, Ariel. Ja. Ik weet niet of je daar nog zin in hebt. Nee, ik heb geen zin. Dat weet je. Sorry. Hoef je ook niet meer te vragen. Augurk. Bob, we gaan er vandoor. Ja, Succes met het dat virus. Is goed, maar ik ben er niet helemaal klaar met het uitleggen eigenlijk. Oh, nou, wat nog meer? Ik hou het kort. Kijk, dit is natuurlijk nog maar de 6 variant. Maar uiteindelijk moeten we het natuurlijk op grotere schaal gaan doen. Maar daar want we kunnen niet elk blok zeg maar zo bemachtigen, weet je. Want het blijft teruggroeien. We moeten het daar ter plekke moeten we het aanpakken. Precies, ja. Jij kan echt dokter worden. Mooi, zeg. Ja. Ja.
Dus ik ga de knop drukken, ja? Ben je bij het aftelmoment? Ik ben bij het aftelmoment. 1, 2... ik moet even knopje om... 3! Oh! De stroom is uitgevallen, paniek! Paniek! Oh nee! Sorry, het spijt me! Nou jongens, dat was dus het avontuur met Bob en Ariel. Ik krijg het gevoel dat Ariel het volgens mij niet zo leuk vindt. Maar dat moeten jullie maar even in de reacties achterlaten. Vinden jullie het leuk? Nou oké, dan hebben we nu weer progressie gemaakt met het virus. Ik denk dat ik dan maar weer heel even verder ga bouwen in dat gebied. Misschien dat ik even het iron bar even wat omhoog wil gaan zetten. Ik bedoel de iron ingot omhoog zetten. Want ik vond hem eigenlijk te laag. En jullie zeiden allemaal, ja, je moet hem wel houden, maar doe hem nog iets omhoog. Dus ik denk dat ik hem echt een beetje op dat randje daar wil doen. Maar daarvoor wil ik dat misschien in een timelapse doen, want ik wil gelijk de rest doen. Maar daarvoor heb ik eerst heel eventjes wat nodig. Mm. Oh! Kom jij wel eens even met mij mee? Frederik? Wat doet Frederik in mijn huis? Ik moet mee? Frederik, vertel me nou waarom ik ineens je moet achtervolgen. Wat is hier gebeurd? Geen vragen stellen. Oh mijn god, het is allemaal erger geworden. Het is zo duister hier. Heerlijk. Oh, ik hou ervan. Ik vind dit echt vreselijk, al die mannetjes. Waarom sta je ineens in mijn huis? Waarom moet ik mee? Ik wilde letterlijk net verder bouwen aan de fabriek. Je hebt vast wel de progressie overal gezien. Zeker. Oh mijn god, er vliegt hier een beest. Wacht. Ah, 2 seconden. De vlogen beest. Ah, je staat ineens naast me. Frederik, waarom? Wat is er aan de hand? Ik heb je met rust gelaten. Jij mij niet echt? Nee, dat klopt. En dat heb je heel goed gezien. Maar... ik merk het inderdaad. De hele stad wordt opgeslokt. Stop daar alsjeblieft eens mee. Mijn plan is mislukt. En dit plan zal zeker niet mislukken. Hé, waar is je testsubject? Je speel... pop, weet ik hoe je het moet noemen. Waar is Frank? Dat is even geheim. Oké, geheim, prima. Ja, dat ga ik jou niet vertellen op dit moment. Maar goed, ik heb je natuurlijk hier naartoe gebracht. Ja. Ja, ik zou... waarom heb jij mij hier naartoe gebracht? Wat is er aan de hand? Dat jij stopt met proberen mij te dwarsbomen. En jij, je weet heel goed waar ik het over heb. En daarom vertel ik het maar 1 keer. Oké. Het virus is niet te stoppen. En zeker niet met die waardeloze dokter van je. Nou, ik kan je zeggen, Bob is verbazingwekkend goede dokter. En nu je het toch allemaal weet, we zijn aardig dichtbij om jouw virus de mond te snoeren. En Bob is zeker een goede dokter, want hij heeft mij ook geholpen. Ik was ook een beetje ziek, maar dat was ik was gewoon een beetje verkouden. Maar dat wist ik niet. Nee, ja, bij deze. Verder gaat het wel nergens meer last van. Ja, het gaat wel. Dankjewel voor het vragen. Je hebt, als je iets nodig hebt, moet je het gewoon zeggen. Ja, ja, zou ik doen. Jij ook, hè, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, komt goed. Ja. Vreselijk wat je allemaal doet. Bob, ja. Frederik, al die namen tegenwoordig. Maar, gewoon, er zijn zoveel namen hier tegenwoordig. Maar stop, dat virus gaan wij stoppen. Ik kan wel aan jou blijven vragen om te stoppen, maar dat ga je toch niet doen. Nee. Dus ik zeg het nu vast, Frederik, dat virus voor jou, dat is niks. We houden het tegen, we zorgen dat het niet verder verspreidt. En dan zou jij niet langer zegevieren. En ik weet niet wat ik tegen hun moet gaan doen, want ze zijn nog steeds angstaanjagend. Maar daar verzin ik ook wel wat op. Ik heb Fred, ik heb Bob, ik heb... de rest is er allemaal achter mij. Niemand support jou, niemand staat achter jou. Niemand staat achter mij, zeg jij. Nee. Oké, dat denk jij. Dat denk ik. Dat weet ik zeker. Dat denk je inderdaad. Maar dat heb je helemaal mis. En hoezo? Dat zal ik jou laten merken. Waarom jij dat mis hebt. Ja, je kunt twijfelen. Maar je weet dat ik macht heb. En dat ga ik je nog een keer laten zien. Ik zie je snel, Max. Dag, Frederik. Oh, ik haat dit! We zijn weer in mijn huis. Ik haat het als Frederik dat doet. Vreselijk, dat heeft hij al zo vaak gedaan inmiddels. Dat ik gewoon zwart zie en in één keer broep, ben ik weer ergens anders. Vind ik niet leuk. Maar goed jongens, veel gebeurt. Jemig, wat is er veel gebeurd. Wat Frederik hier dus beweert te zeggen is dat hij iemand voor hem heeft werken die ik ken. Oftewel dat kan Rick, Justin, Noah, Anne, René, Floor, Nathan, verzin het. Weet jij nou wie de mol is, jongens? Er is blijkbaar een mol. Laat het nu even in de reacties weten. Wie werkt er voor Frederik? Want wij doen natuurlijk dat Justin nep werkt voor hem. Dus misschien dat het is. Want ik weet natuurlijk dat we doen alsof Justin voor Frederik werkt. Maar is het iets anders dan Justin? Of is het alleen Justin? Laat maar even weten in de reacties. En vergeet niet te liken en te abonneren als je toch bezig bent. Maar waar ik hier origineel voor kwam, was om even wat glas op te halen. Want ik merkte vorige keer met het bouwen... oh, mijn vuurwerkers op. Nee... oh, nee. Ik merkte vorige keer met bouwen dat ik niet genoeg glas had om verder te bouwen aan de fabriek. Nou, dat een van de redenen was dat ik stopte met het bouwen van de muren en toen die iron bar ging maken. Maar nog als ik nu verder ga... oh, trouwens, ik gebruikte helemaal geen dinges. Wat ben ik aan het brainfart? Ik had het niet over glas, ik had het over iron bars. En die waren in mijn vorige video ook op. Ik had helemaal geen glas nodig. Ik ben echt een... echt, wauw.
Random. Maar goed, laten wij nog even beginnen aan een prachtige timelapse waarin wij deze fabriek hier proberen verder te bouwen af. Weet ik niet, maar we gaan in ieder geval verder en kijken wat het resultaat gaat zijn. Spannend! Zijn we weer naar deze prachtige timelapse. En wat een progressie is er gemaakt, hè. Ik stond heel dicht in de buurt hier van het virus. Moet ik even oppassen. Maar kijk nou hoe cool dit eruit ziet. Ik ben zo ontzettend blij met dit gebouw gewoon. Hij ziet er zo leuk uit. Ik ben ook blij dat ik uiteindelijk toch nog voor een houten dak ben gegaan. Want dan laat hem toch net iets meer matchen met de rest van de stad. Als we bijvoorbeeld kijken naar dat dak daar. Dat ja, mismatcht toch een beetje. Dus misschien dat ik daar ook een keer hout van moet maken. Maar dit is zo leuk, hè, jongens. Ik wilde eerst eigenlijk ook gewoon dat dak gebruiken. Die, hoe heette dat nou? De diepsleet. Maar ik ben tevreden over het hout. Ik ben er echt blij mee. Het ijzer is wat omhoog gegaan ook. Staat nu op een veel betere plek. Plek dan eerst. Totaal niet op de verkeerde plek, vind ik nu. Ja, het ziet er gewoon leuk uit. Het is gewoon echt een groot gebouw geworden nu. Van buiten is hij eigenlijk basically zo goed als af. Misschien als het nacht is dat we even gaan kijken waar de donkere plekjes zijn. Oh, nee, ik ben een paar dingen vergeten. Oh, dat gaan we nu nog even snel doen. Laten we eerst ook even vuurwerk halen en eten. Oh, nee. Oh, nee. Oh, ik heb gelukkig nog... Trouwens, ik heb heel veel nieuw vuurwerk. Julian heeft zijn winkel bijgewerkt. Bijgevuld. Zo, dan hebben we weer nieuw eten. En dan heb ik nog een heel cool idee. Het enige wat echt mist aan deze fabriek is... wat rook uit schoorstenen. En ik had dit als origineel als schoorstenen bedoeld. Maar ja, het zijn er een beetje te veel om als schoorsteen te gebruiken. Maar wat ik wel kan doen is bijvoorbeeld bij de achterste hier... zou ik het zo kunnen doen. Op deze manier. Zo... En dan hier, ook nog eentje, hier dit uit laten komen zo. Waardoor de, oh, de rook omhoog gaat. Ja, ja. Oké, laten we dit even doen. Oh, hij komt alleen niet heel hoog, de rook. Maar daar hebben we een lifehack voor. En voor die lifehack moet ik eerst eventjes wat wheat hebben. Ik denk dat heel veel mensen het natuurlijk al kennen, wat ik nu ga doen. Maar voor de mensen die het nog niet kennen, is dit serieus best wel een leuk iets. Want ik heb namelijk nodig wat hooibalen. En 4 is niet genoeg. Heb ik iets meer nog nodig? Kijk, ik denk dat ik nu al genoeg heb. En dan ga ik jullie wat leuks laten zien. Kijk, als we namelijk nog meer hooibalen maken, hebben we de 11. Dat zal wel genoeg zijn. En dan, even kijken hoor. Stel, we slopen die zo. En dan halen we daar, plaatsen we dit onder. Let op, hè. Als ik hem nu erop plaats, dan denk je, waarom plaats je er nou een hooibaal onder? Maar de rook die van de hooibaal komt, kijk. Die gaat echt een behoorlijk stuk hoger dan de rest. Oh, mijn derma gaat wel echt heel veel hoger ineens die rook. Wow. Oké, wat ik daarvoor ga doen dan is misschien 1 of 2 per stuk. Dat niet de complete rookding zo hoog komt. Maar het is wel cool als dat gebeurt op zich. Wacht, dat is wel bij allemaal doen. Hier doen we bij elke doen we hooi. Zo. Kijk, nu gaat het sowieso heel hoog komen. Doen we het hier ook. Maar om het een beetje verschil te geven, doe ik het hier pas bij, maar bij 3. In plaats van bij allemaal. Ik denk dat ik dat hier ook even moet doen. Omdat, ja, dit vind ik dat een groot vierkant wat omhoog komt. Dus als we dat nou zo doen. Zo. Nou, hier gewoon normaal. Hoe ziet dit er van een afstandje uit? Oh, ja, dat hoort erbij. Maar het moet er wel meer. Als in, het moet ook aan de zijkant een beetje. Het moet daar en daarachter misschien. Oh, maar dat is zo goed. Het is echt een fabriek. En dan deze doen we... Even denken... Doen we die ook zo hoog? Misschien iets minder hoog. Dus in plaats van bij allemaal doen we hier alleen zo. Op deze manier. En dan kampvuurtjes. En dan geldt hetzelfde voor deze. Hier doe ik er zelfs maar eentje. Dan ben ik wel heel benieuwd hoe dat eruit ziet. Dit voegt zoveel toe. En kijk dat die daar lager is. Dat klopt gewoon, weet je. Het klopt allemaal serieus gewoon zoveel dat hier nu stoom uitkomt. Het ziet er zo cool uit. Ik ben echt helemaal blij hierdoor. Ik word gewoon helemaal blij. Ik ben echt een kind die blij wordt door een spelletje. Dat moet ook wel. Het is ook mijn baan. Zeg maar. Ja, Minecraft zou je baan maar zijn. En ik denk niet dat ik het op die achterste wil, omdat dit zeg maar
de uitbouw gezien wordt en die kant ook. Dus ik denk dat ik het alleen daar in het midden wil houden. Oké, dan verklaar ik hem nu zo goed als klaar. Gewoon. Ja, en dan kunnen we nu weer gaan beginnen. Niet nu specifiek, want ik heb al nu even genoeg gebouwd voor vandaag. We kunnen nu gaan beginnen met dat gedeelte weer, zeg maar. De muren en de achterkant en weet ik wat. Want het gebouw is natuurlijk af. Nu kunnen we ook beginnen aan de binnenkant. Dan moet ik even met Anna gaan kijken. Want zij wil daar natuurlijk een Iron Golem Farm in maken. En allemaal dingen verkopen en weet ik wat allemaal. Man, dan ben ik echt best wel jaloers dat het uiteindelijk niet eens mijn huis wordt. Hij wordt gewoon voor Anne. Niet eens voor mezelf. Terwijl ik er zo trots op ben. Nee, dat maakt niet uit. Oprecht, één van de... Oh, wacht, het wordt avond. Laten we even wachten tot het nacht is. Damn, zelfs in de avond is dat zeg maar gewoon lijp. Want ik zei nog net van, moet even kijken of het dak niet te donker wordt en zo. Maar die kampvuurtjes, die geven natuurlijk ook gewoon licht. Ik hoef nergens meer belichting te plaatsen, vind ik. Dat donkere gedeelte is daar vind ik juist lijp. Dat maakt het een beetje dat je wat verschil hebt in belichting, weet je. Maar het is wat ik wilde zeggen net. Oprecht, één van mijn favoriete gebouwen nu al. Maar nu ben ik ook wel benieuwd wat jullie favoriete gebouw is. Er is inmiddels zoveel gebouwd in Content Fame. We hebben de bank, het kasteel natuurlijk, de kerk. Maar de kerk is mooier zonder virus. Vertrouw me maar. Allemaal specifieke huizen natuurlijk hier gewoon. Hier ook, in het oude gedeelte. We hebben de arena, die ook mooier is zonder virus. Er is zo ontzettend veel gebouwd. Maar nu ben ik toch wel benieuwd. Twee dingen. Wat is jullie favoriete gedeelte? Dus het oude gedeelte, het nieuwe gedeelte of het industrieterrein hier. Dit is het industrieterrein, dat is het nieuwe gedeelte. En daarachter het oude. En wat is jullie favoriete gebouw? Laat het weten in de reacties. En like gelijk de video. Dus dan ga ik voor nu ook de video afsluiten. Ik hoop dat ik volgende video geen komkommer, augurkje, weet ik veel wat het is, meer aan heb. Dat ik gewoon weer mijn normale kleding aan heb. En ik hoop dat ik binnenkort gewoon weer mijn koningskleding aan heb. Mijn koningspakje, die mis ik toch wel echt. Maar nu dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet niet te liken, te abonneren en te reageren. En dan goed, pusha. Kijk nou dit deel, want dit is het vorige Content Fame deel. En je moet niet zo eigenwijs zijn. Je moet deze gewoon kijken en gewoon liken. En weet ik veel wat allemaal. Niet zo eigenwijs zijn nou. En nu, dankjewel voor het kijken. Spreek je later, glaasje water, 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Yo!